In het onderwijs krijg je natuurlijk geschiedenisvervalsing. Ik heb hier een voorbeeld. Chronoscoop, methode geschiedenis. Dat krijgt mijn dochter op school. Nou ja, kijk, hoe gruwelijk allemaal hier wordt laten zien over de Duitsers, dan krijg je Willem ontwikkelingssamenwerking. Of ontwikkelingshulp. Hij gaat ontwikkelingshulp, biedt hij aan. Ja, ik bedoel, hij is een weldoener. Ja, zo laten ze dat zien. Ja. Ik ben er echt klaar mee hoor. Jij bent toen boos naar die leraar. Ik ben naar de leraar gegaan met dit boek. Ik gooi het zo op tafel. Ik zeg tegen de leraar, als u deze boek mijn dochter geeft, dan haal ik ze uit de klas. En het interesseert me niet als de inspectie zou komen. En als ze komen, laat ze maar bij mij thuis komen. Ik wil ook nog naar school gaan om te vertellen waarom ik dat vind. Ja. En nog erger is dat, dat ik dus op een gegeven moment een brief heb gestuurd aan de directie. En de directie die zegt gewoon, we zijn vrij om te geven wat we willen geven als onderwijs. Je gaat toch geen geschiedvervalsing geven? Maar ze zien zij dat niet. Wat? Ja. Maar zij zien het natuurlijk niet als leugens. Zij denken dat het zo is. Nou ja, dat is het weer, hè, met de paplepel ingegoten, die witte inlanders. Die zogenaamd alles beter weet. Maar zonder ons zijn ze niet rijk geworden, hoor. Zonder ons kunnen ze niet die onderwijs geven. En niet de Sinterklaas uithangen als een weldoener die ontwikkelingshulp aanbiedt. Tot de dag van vandaag verdient Nederland, hè, geld met bloed in de handen. Ja. Het kan niet anders. Al dat geld, bedoel je, dat zit allemaal. We zijn ooit begonnen. Ja. 1600. Ja. Met geld mag geld. Ja. En dat groeit steeds. Ja. En dat is nog niet gebroken. Nee, dat is nog niet gebroken. Omdat ze, waarom? Ze hebben nog nooit erkend dat ze fout zijn. Ze hebben ook, zeg maar, de schade die ze hebben gemaakt niet terugbetaald. Ja, ik bedoel, wij worden beschouwd als geen mens. Ik bedoel, ja. Kijk. In het begin zeg ik al, de Blanda's zijn nog erger dan de Duitsers en de Japanners. Dat zie je ook weer hier in het boek. Want die Duitsers die worden heel negatief. Die Duitsers die worden hier verschrikkelijk uitgebeeld. Het is de ergste oorlog ooit. Ja. Ja. Maar ze hebben het niet over de Atje-oorlog, niet over al die oorlogen. Kijk, het punt is dit, hè, waarom ik dat zeg. Kijk, Nederland weet, die hebben het gevoeld. Wat het betekent dat ze dus bezet zijn. Die hebben gevoeld bezet zijn door de Duitsers. Die hebben gevoeld door de Japanners. Omdat ze vinden dat het land, die 18.000 kilometer ver ligt, van Nederland is. Ze hebben ook gevoeld en geweten dat ze zelf bezetters zijn. En wat is daarna gebeurd? Japan heeft gecapituleerd. Naar aanleiding van die twee atoombommen, Hiroshima en Nagasaki, gingen ze gewoon terug. En dan moeten wij zeggen van, welkom Nederland. Hoe halen ze dat in hun hoofd? Want dat is het. Je kan niet, bijna niet begrijpen. Nee, dat kan ik niet. Ik kan dat niet begrijpen. Want er staat ook één, ik kan me herinneren, in dit schoolboek staat ook dat Indonesië in 1949 onafhankelijk werd. Ja, dat is ook zoiets. Ja. Dat is ook zoiets. Dus dat is een aantoonbare leugen. Het is een aantoonbare leugen. Ze moeten natuurlijk de werkelijke verhaal vertellen. Ze moeten vertellen, als ze de werkelijke verhaal vertellen, dat Indonesië heeft geproclameerd op 17 augustus 1945 dat wij dus vrij zijn, maar dat Nederland dat niet erkent. Dat moeten ze vertellen. Tot op de dag van vandaag. Nee. Dat niet erken, Nederland erkent 27 december 1949. Kijk, het is een belangrijk iets namelijk, hè, vind ik. Tenminste, vind ik, het is geschiedenis. Wat wil je eigenlijk? Als je dus ons niet erkent, 17 augustus 1945, ja? Mm-hmm. Je erkent dan 49. Wie zijn dan die mensen? Zijn dat Indonesiërs? Wat wil je nou eigenlijk?
Want daar wordt steeds tussen geschipperd. Dus aan de ene kant zegt Nederland, de wet in Nederland zegt pas in 1949 werd Indonesië een onafhankelijk land. Maar als ze het dan hebben over die oorlog, dan geven ze wel de schuld aan Indonesiërs. Ja. Maar als zij consequent zouden zijn, dan zouden dat... Ja, zij claimen aan één kant, dat waren geen Indonesiërs. Maar aan de andere kant, als ze de schuld kunnen van het waren twee vechten, waren twee schuld. Dan willen ze ineens weer wel hebben over Indonesiërs tegenover... Ja, ja, ja. Maar ze willen niet zeggen dat ze hun eigen burgers hebben vermoord en geëxecuteerd. Dus dan bedoel je, dus Nederland, als die dan aanhouden 49, tot dan toe waren dat zeg maar, hadden wij... Ja, je erkent natuurlijk niet dat dat enige legitimiteit heeft, maar als je even de Nederlandse lijn volgt, dan waren al die Indonesiërs dus onder Nederlands gezag. Je zegt het wel, als wij de Nederlandse lijn volgen. Nee, ze doen dat. Ja, maar zij zijn... Dus Nederland is niet consequent. Dat is in dat verhaal klopt sowieso niet. Dat is hypocriet als wat. Ja. Ik bedoel, je moet toch op een gegeven moment zeggen, wat wil je nou? Als je nou zegt dat je vindt die 27 december hard is, ja, dat betekent je hebt je eigen burgers vermoord. Ja of nee? En als je dat niet doet, je erkent Indonesië 17 augustus 1945, dat betekent dat je een soevereine staat hebt aangevallen en dat is een oorlogsmisdaad. Dus linksom of rechtsom is natuurlijk een vreselijk verhaal, maar Nederland verkiest dan toch dat beetje dat schipperen van twee walletjes eten van ja, tot 1949 was het nog van ons. En dat vind ik niet goed. Waarom ik dat niet vind ik goed? Ik ben gewoon een cementarbeider. Hè. Ik ben niet gediplomeerd professor of zo. Maar ik kan wel logisch denken. En geschiedenis is ook logisch denken. Nou, en dan ga je dus naar die professor. Bijvoorbeeld, dat geeft ons Indië. Of die boek schrijft De Brandende Kampong van generaal Spoor, meneer Limpach. Dan denk ik mij van, denk nou eens even na. En dan moet je dan niet, zeg maar, mensen verleugenen. En vooral voor mij als Indonesiër. Ja. Dan ben je... Het stuit jou tegen de borst. Natuurlijk. Wat zijn jullie nu mee bezig? En hoe, want we waren natuurlijk net bezig van Arondel, hè, de excessennota en die werd 1971. En dit is rond in de jaren 90 geweest. Dat jij naar die schoolmeester ging of die leraar van jouw dochter. Ja. En dus in die tussentijd, wat is er met jou gebeurd? Jij was eerst die 16-jarige jongen en je valt met de neus in de boter en je maakt het allemaal mee. Hoe kwam je er steeds meer achter? Je wordt steeds bewuster. Ja? Want op een gegeven moment ga je ook meedoen de 4 en 5 mei herdenken. Jij deed mee aan de doden herdenken? Ja, ik doe daar aan mee. Je bent stil? Ik ben gestopt op de Afsluitdijk. Om... Uit respect voor dat moment. Ja. En wie herdacht je dan? Dat is juist mijn punt. En op een gegeven moment denk ik, wat ben ik nou mee bezig? En toen kwam er iets, zeg maar, in mijn gedachten. Ja, en dan komt dan, zeg maar, die beruchte bezoek, hè? Omdat Beatrix uitgenodigd is in 1995... door onze president om de 50 jaar onafhankelijkheid van Indonesië te vieren. Maar deze mevrouw, die komt dus niet. Niet op die 17 augustus. Op 17 augustus 1945, omdat ze bedreigd ben of is door de veteranen. Dit is ook weer iets cruciaals voor de blanda's. Die moeten weten waarom dat betekent. Als deze Beatrix op 17 augustus 1945 komt, dan gaat de veteranen de bom barsten om te zeggen, jullie hebben ons verlogen. Jullie hebben ons daar naartoe gestuurd. En dat willen ze dus niet. En daarom is zij dus niet gegaan. Dus zij komt een paar dagen later, komt ze aan. Ja. En je moet ook natuurlijk zo voorstellen, want 17 augustus, maar daarvoor, een paar weken daarvoor, werden er, zeg maar, documentaires overgedraaid. Waar onder andere een documentaire over Rawagede. En dat is een hele belangrijke geweest. Dat is een hele belangrijke. Kijk,
die gebeurtenis van Rauwe Grim wist ik al. Maar goed, dat komt daar op de visie. Dat is nog meer een impact. En er zijn ook toen nog veel weduwen die leefden en die werden geïnterviewd voor die documentaire, toch? Ja. Die documentaire is bewust uitgezonden door de Nederlandse media. Nederlands Omroep, waar onder andere Rauwe Grim. Maar dat was dan eigenlijk in dat geval bedoeld, was die tv-zender die wilde een soort kritische, ja, spiegel of zo. Hè? Ja. Ze wisten dat het politiek gevoelig lag. En die wilden dat op die manier kijken. En wij Nederlanders hebben in Rauwe Grim dit gedaan. Ja, dat is één. Maar dat andere kritisch geluid is van Herman Wiegbold. De titel van die documentaire die heet Hoe Nederland omgaat met de geschiedenis. Dat is echt over nagedacht. En daar was jij toen wel mee eens? Of jij zat ernaar te kijken en je dacht, dit is belangrijk. Ja, maar er gebeurt niks. Ja. Er gebeurt niks. En je hebt die toen opgenomen? Die... Ja, ik heb al meer dan 100 uur documentaires die in Nederlandse omroep zijn uitgezonden. Het gaat allemaal over die periode. Ik vind het zo vervelend om te zeggen koloniale periode. Dit is... Wat zou je het liever noemen? Bezetting. Ik bedoel, dat koloniaal, dat is gemaakt door de kolonialisten. Die term. Ja. Dus daar zie je al dat mensen, zeg maar, hier in Nederland daarmee mee zitten. Dus ze weten niet hoe dat eigenlijk is. Wat je bedoelt, is eigenlijk bespeur jij, of dat maak je op uit dat soort documentaires, dat er ergens wel een knagend schuldgevoel is. Ja. Maar ze durven niet te uiten. Wat ik al zeg, ze schrijven boeken voor. Maar niemand doet wat. Niemand doet wat. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd van, er moet iets gebeuren. Dus in 2000 ben ik dus naar Indonesië gegaan. En hier in Nederland heb ik dus de Indonesische mensen ook een beetje gezegd van, wat vinden jullie eigenlijk ervan? Want je hebt contact, of je had, je kende al verschillende Indonesiërs natuurlijk. Ja. Dus ik ben ook naar Indonesië gegaan. Dat was nog VHS, hè? Dus ik neem al die VHS-bandjes neem ik mee. Met ondanks daarop dat soort documentaires. Ja. Ondanks dat het, zeg maar, Nederlands wordt gesproken. Dus ik denk mezelf, ja, dan ga ik maar vertalen. Niet alles natuurlijk, maar dan ga ik wel de grootste gedeelte, zeg maar, vertalen. Dus je ging daar in Indonesië mensen laten zien van, dit wordt op Nederlands televisie verteld. Zo ben ik gegaan. Dus op een gegeven moment hebben we dus een comité opgericht. In 2005. In Indonesië? Samen, hè. In Indonesië hebben we ook, zeg maar, een afdeling. Dus op 5 mei 2005, bewuste datum, 555. Waarom 5 mei? Hoezo bevrijding? Dus daarom hebben we dus op 5 mei die comité opgericht. Het comité Nederlandse Ereschulden. Ja, comité Utang Kormatan Blanda. Dus het comité Nederlandse Ereschool. En dit is ook wel belangrijk om te weten waarom ik deze heb gedaan. En je hebt ook een comité Japanse Ereschool. Dus hier in Nederland heb je dat, hè? Ja. Ja. Dus ik denk van, hoezo? Want dat zijn dan mensen die dus iets hebben meegemaakt, zeg maar, in Japanse kampen. En dat is een vereniging of een comité dat Japanners nog wilden aanspreken op die ereschuld die zij nog hadden, zoiets. Ja, en toen dacht ik van, hoezo, wat heb je zelf gedaan? Ja. Dus hoezo Japanse ereschuld? En jij dan? Dus zo heb ik dat gedaan. En alleen maar om de blanda's wakker te maken, maar blijkbaar dat het niet helpt. Dus ja, op een gegeven moment heb ik toch gezegd van, we moeten iets. En dan kom ik dan op een gegeven moment gedacht, dan moeten we via de rechter maar gaan spelen. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe, ja. Nou ja, ik bedoel, je praat natuurlijk met mensen, je praat met journalisten. En toen heb ik mijn eigen houtje, heb ik dus gewoon een advocaat
gebeld, die ik wel eens zie op televisie, dat is Gerard Spong. Ik heb dus zijn secretaris gekregen. Toen heb ik gezegd van ik wil meneer Spong spreken over de oorlogsmisdadigen. Toen ben ik teruggebeld door hem, eventjes gepraat, toen zei hij tegen mij van stop maar eerst 5000 euro op onze rekening. Ja, en toen... Ja, toen is het niet. Ja, ja. Wij hebben het natuurlijk niet. Ja. Nou ja, wat ik net al zei, praten met mensen en ook journalisten. Nou, Piet de Blauw, die heeft mij op een gegeven moment een hint gegeven. Waarom ga je dus niet de mensenrechten advocaat Lisbeth Zegveld benaderen? Ik twijfelde. Maar ik heb het toch gedaan. We hebben nog 250 euro bij elkaar moeten schrapen. Omdat dat is wel wat minder dan 5000. Ja, nee, maar het gaat natuurlijk. Ja, dat is beduidend minder. Omdat wij natuurlijk zeg maar een gesprek van een uurtje moeten doen. Dus die afspraak hebben we gemaakt. Uitgelegd. En ze hebben dus aangehoord. Lang gepraat hoor. En ze zegt van, ik ga naar haar kijken. Een maand later werd ik gebeld van, we gaan het doen. Ik wist niet wat ik hoorde. Had je hem toch niet verwacht misschien? Nee, heb ik niet verwacht. Want ik... Dat zijn blanda's, hè. Blanda's die moeten tegen hun, zeg maar, tegen hun regering gaan. Dus ik vind het eigenlijk wel... uitzonderlijk. Uitzonderlijk vind ik dat. Het is helaas niet goed afgelopen met het... Het contact met Lisbeth Zegveld. Maar goed, ja, op dat moment, ja, jij was zeer verbaasd. Ja, tuurlijk. Ze deed het. Tuurlijk. Niet alleen dat. Hoe je ook van haar zeg maar, over denkt. Ze is gewoon een toffe advocaat. Het gaat over de mensen. Het gaat niet over of jij nou hoog bent of laag bent. Nee, het gaat over de mensen. Dat is zij. En ze praat ook niet over geld. Ze praat alleen maar over de zaak. Maar praat ze over kolonialisme? Over een bezetting van 350 jaar? Nee. Dat praat ze niet. Daarover. Maar wat ik wel wil zeggen is dat ze dus wel... van tevoren... Ik vind het wel belangrijk om te zeggen. Zij geeft natuurlijk college in de Universiteit Amsterdam... Hebben ze dus aan de pupillen gevraagd om dat te onderzoeken hoe wij dus de staat kunnen aanklagen. Omdat in onze statuten staat onder andere dat de Nederlandse regering 17 augustus 1945 moet erkennen. Nou, dat kunnen we dus niet doen. Juridisch. Omdat zij zegt van, de enige die dat kan doen is het land zelf. Dus uiteindelijk... is uitgekomen uit het onderzoek dat individuele slachtoffers de staat kunnen aanklagen. Zo is het gegaan. Maar wat de meeste mensen ook niet weten en dat ook heel belangrijk is, dat zij en wij hebben eerst een brief gestuurd naar de regering. Om te zeggen van, we hebben deze zaak, maar we willen dus buiten de rechtbank. Willen we dit afhandelen? Maar je krijgt nee van de regering, dus ja, we moeten wel. Dus daar is ook weer te zien hoe de Nederlandse regering is. Nederland heeft nog nooit goede bedoelingen met ons, echt niet. Maar jij bedoelt, met die brief hebben wij nog de mogelijkheid gegeven om het buiten de rechter, dat het geen rechtszaak zou worden. Ja. Maar dat aanbod eigenlijk hebben ze toen afgewezen. Afgewezen. En daarom hebben we dus zeg maar die zaak, hoe noemen we dat, aan hangen gestuurd. Overal een deel waar 431 mensen zijn geëxecuteerd, waarvan 4 kinderen, 2 broers en een neef. Overigens, de meeste mensen die weten het niet. Eén van die kinderen die moesten dus de kokosnootboom klimmen. Om die kokos eruit te halen, om die militairen daar beneden te laten drinken. Maar toen hij naar beneden liep, werd hij doodgeschoten. Hmm. Zo erg is dat. Dan hebben ze niet over oorlogsmisdaden, dan hebben ze over excessen. Ja.
Dan maak ik mee van dichtbij mee. Want deze verhalen heb ik niet verzonnen. Want hun hebben verteld aan mij, niet ik. 2011. Dat is wel een historisch jaar. Ja, het is een heel historisch jaar. Want iedereen zegt, wij verliezen. Iedereen zegt van, die zal het niet zitten. En Elisabeth zegt ook, we gaan verliezen. En ik zeg van, nee, we gaan winnen. Je hebt een sterke intuïtie. Nou ja, het is... Toen de rechtbank die aanspraak deed, drong mij niet tot meer door. Maar toen ik die rechtszaal uitliep, toen pas drong ik me tot meer door. Wij hebben gewonnen. Ja. En Lisbeth feliciteert enzovoort enzovoort. En in 2011, op 9 december, zijn we naar Indonesië gegaan. Om daar de herdenking mee te maken. In Rawagede. Ja, Rawagede zelf, ja. Balangsari heet het tegenwoordig. Balangsari, ja. Oh ja, wat ik ook nog wil vertellen, dat ik vergeten ben. In 1995, toen de koning daar, toen Bea daar was, zou zij naar Rawagede gaan. Ja. De meeste mensen en journalisten die hebben dat niet geschreven. Ik weet niet waarom, maar ik heb het wel verteld. Was dat dan door die RTL-documentaire uitgezonden? Ja, 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 en toen dacht zij, dan moet ik daar maar even... Ja. Tenminste, zo dacht ik. Ja. Maar ik weet dat van de voorzitter van de stichting Yayasan Rawagede. Die heeft dat verteld. En waarom? Want die hele weg naar Rawagede, die is helemaal wit gekalkt. Met vlaggen, enzovoort, enzovoort. Ze waren bereid. Ze zouden heen gaan. Maar door een of andere manier is het niet doorgegaan. En misschien ook weer door die veteranen of zo. Dat denk ik, ja. Dat denk ik, de veteranen. Ze denken allemaal dat Nederland lief is. Dat ze de weduwe, zeg maar, schadevergoeding hebben betaald. En die excuses. Maar het is helemaal niet zo. Het is gedwongen door de rechtbank. Dus het is niet vanzelfsprekend. Dat is niet uit je eigen. Ja. Dus dat moet je ook beseffen. Hadden ze dat nooit gedaan? Nee. Dus al die andere dorpen hebben ze dat nooit gedaan. Nee, nee. En ook nog dat excuus is ook nog door de loopjongen gedaan. He? Niet door een premier of door de staatshoofd, maar gewoon door de loopjongen. In dit geval is de ambassadeur. Tjeerd de Zwaan, de toenmalige Nederlandse ambassadeur. Ja. Die moest dus die excuses overbrengen. Ja, je moet dus die excuses overbrengen. En daar was je bij, hè? Dat met Lisbeth Zegveld. Ja, kijk, wij moesten daar naartoe gaan. Omdat we natuurlijk de weduwe op de hoogte moeten stellen. En ook moeten vertellen dat ze dus die schadevergoeding krijgen. En dat ze die schadevergoeding rechtstreeks op hun rekening wordt gestort. En want er zijn 7 weduwen op dat moment die in hun gelijk werden gesteld. Maar als er 431 mannen en dus zelfs kinderen zijn omgekomen, waar waren die anderen? Nou, waren die er niet meer? Ja, die waren intussen natuurlijk overleden. Voordat wij dus echt begonnen is met de rechtszaken, waren ze allemaal overleden. Dus we kunnen niet, zeg maar, voor mensen die al overleden is, kunnen we dan dat gaat dus niet. Dus zo is het gegaan. En later pas komen, zeg maar, de kinderen aan boord. Dat heeft allemaal te maken door ons werk. Het is niet zo liefdadig wat de Nederlanders denken. Het is helemaal niet zo. Wat ze er hiervan maken. Zo van Nederland heeft tenminste wel... Als Jeffrey Pondaag niet in contact was gekomen met Lisbeth Zegveld enzovoort enzovoort, dan was dat niet gebeurd. Ja. Maar ja, hoe je keert en gedraaid, hebben we toch zaken gewonnen. Want op 9 december zijn wij in Rawagede en de volgende dag gingen we naar Zuid-Sulawesi. Omdat de 11 december wordt daar herdacht wat die Turk daar heeft gedaan. Dan bedoel je zogenaamd de kapitein... Westerling. Ja, Raymond Westerling gedaan met zijn Hollander. Hoe heet hij ook weer? Ik ken die naam allemaal niet meer. De mensen met wie hij nog meer was. Ja. Ik bedoel, Stufkens.
Er zijn er nog meer hoor. Ik bedoel, ik kan niet zo gauw mee opkomen, want ik ben geen computer. Ja. Maar goed. Maar jullie gingen dus, jullie wisten van die herdenking. En ja, maar was jij op het idee gekomen? Wij gaan daar naartoe? Of hoe? Nee, dat is af van tevoren besproken. Want als wij toch, als Lisbeth toch zeg maar een Indonesië is, dan gaan we ook naar Zuid-Sulawesi. Maar die Zuid-Sulawesi is al in voorbereiding. Dus je had al contact met nabestaanden? Ja, we hebben al contact met nabestaanden. Dus toen zijn jullie op dezelfde reis ook... Ja. En die zaak hebben we ook gewonnen in 2013. Alleen is het verschil... Dit is ook heel belangrijk om te weten. De excuus van Zuid-Sulawesi is niet gedaan op Zuid-Sulawesi. Is gedaan op Nederland. Op Nederland? Ja. Op Nederlands grondgebied? Juist. Omdat het gebeurt in de Nederlandse ambassade. Dus ze gingen daar in Jakarta, in hun eigen gebouw, gingen ze iets zeggen? Dan? Sterker nog, die weduwe die moeten uit Zuid-Sulawesi, die oude mensen die moeten uit Zuid-Sulawesi, moeten ze helemaal naar... Zo gaat dat. Dus ze moeten hun eigen excuses gaan ophalen? Jazeker. En daarom hebben we daar geprotesteerd. Ja. We hebben daar geprotesteerd. Ik en Lisbeth hebben daar gewoon een persbericht uitgegeven. Die dingen worden niet... Dat wordt niet besproken in de media. Dat is bewust allemaal. Maar goed, uiteindelijk is hij toch naar Zuid-Sulawesi gegaan. Wie is hij? Nou ja, die Tjeerd. Oké, die Tjeerd. Ja, die Tjeerd, die is dus naar Makassar toe gegaan. Hebben ze dus gevraagd aan alle weduwen om naar een hotel te gaan. Zo is het gegaan. Toen hebben ze daar nog iets, een ceremonie. Maar dat kwam wel nadat jullie hadden geprotesteerd. Juist. Ja. Dus dat is allemaal niet... Het is niet zuiver. Niet, ze denken dat het allemaal van... Oké is. Maar goed. Dus wij hebben ook die zaak gewonnen. En daarnaast hebben we natuurlijk de zaak Sumatra gewonnen. Weduwe van Sumatra. We hebben dus de marteling. Meneer Jasman en... Oost-Java, mevrouw Termini, die verkracht is door de kniel. Dat is ook weer zoiets, hè? In een rechtbank wordt gezegd voor de gemakshalve noemen we Nederlandse militairen. Ik zeg, dat klopt helemaal niet. Want? Dat moet je kniel noemen. Dat zijn toch de kniel die dat gedaan hebben. Waarom moet je nou een Nederlandse militair noemen? Je moet toch het beestje met de naam noemen? Dus zo worden ze ook, zo koloniaal zijn ze daarmee bezig. Want jij zegt, het zijn niet dezelfde koloniale, dat koloniale leger, dus het KNIL. Het is een koloniaal leger, maar dat heet de KNIL. Ja. Maar het is niet het Nederlands leger. Dan moet je ook de KNIL noemen. Ja. Zo simpel is dat. Dan moet je niet gaan verdoezelen. Ja. Onder de Nederlands leger. Maar ze vielen wel onder Nederland, ja, ze deden toch namens Nederland dingen. Ja, jawel, maar ze zijn wel KNILers. Waarom zijn ze KNILers? Ze zijn dus, zeg maar... de bedoelde zijn zusters, zo moet je het zien. Ja, je bedoelt dat waren geen witte mensen, maar die waren dus, ja, zeg maar... Ja, dat zijn zeg maar die zeg maar die Aboneezen. En de Melanezen en Javanen enzovoort. En je vindt het belangrijk dat Nederland zou noemen dat dat dus gedaan werd. Ja, natuurlijk. Dat ze dus anderen voor hun karretje lieten spannen. Natuurlijk. En dat lieten doen. Natuurlijk, dat moet je toch vertellen. Dat moet je toch niet anders noemen van voor gemakshalve noemen we Nederlandse militairen. Maar dat ging dus om een zaak van mevrouw... Mevrouw Termini, ja. En die hebben jullie ook gewonnen? Die hebben we ook gewonnen. 7.500 krijgen ze. 7.500 krijgen. Ja, dus we waren begonnen met 20.000 voor weduwen die een man hadden verloren. Ja. Of ja, verloren. Die dus was van vermoord. En bij deze mevrouw zeiden ze, ja, verkrachting is niet zo erg. Dan doen we dat €7.500. Ja, dit is ook een heel belangrijke, hoe noem je dat, zaak, vind ik hoor. Omdat... ik heb ze natuurlijk niet gedwongen, maar ik heb wel haar gevraagd van wil je dat wel? Ze wil dat eigenlijk niet. Je weet zelf wel, een vrouw die verkracht is, die gaat niet zeg maar, zeg maar een openbaar ze te vertellen. Ik heb ze uitgelegd. Ik heb ze uitgelegd van dit is een bijzondere zaak. Je bent de enige die nog leefde, want er waren 5 vrouwen die verkracht zijn. Door knillers. Dus zij hebben uiteindelijk ja gezegd. Ik vind het nogal wat.
Dus toen ze besefte hoe groot het was, zeg maar, dacht ze van ja, ik ga dat toch doen. Ik denk het dat ze dat zo ook denkt. Ja. Dat ze ook denkt naar... Maar eigenlijk wilde ze niet, logisch. Nee. Maar, ja. Ze denkt ook naar die andere 5 die al overleden zijn. Ja. Denk ik, of 4 dan bedoel ik. Ja. Dus ja. Zijn, jullie hadden op een gegeven moment een hele... Het ging maar door en het ging maar door. Die martelzaak ook. Meneer Jasman, die is 13 maanden zeg maar in de gevangenis gedouwd. In verschillende gevangenissen. Tijdens die verschillende gevangenissen is hij gemarteld. Met elektriciteit. Hij werd geslagen. Hij moet in de brandersom gaan zitten. Hij moet in zijn eigen... zijn eigen ontlasting gaan slapen. Enzovoort. Ja. Dus, kijk, ik maak van die dingen dichtbij, hè, omdat ik ook praat met die... Met die... Maar het doet jou ook echt van, hè? Dat doet mij verschrikkelijk. Ja, het is alsof mij... jij het voelt. Ja, dat doet mij verschrikkelijk. En ook nog, er komt er ook nog bij dat de Nederlander zo onverschillig over is. Alsof het niks is. En dat is dan bijna nog een extra klap in het gezicht. Ja. En daarna zijn we natuurlijk verder gaan met Zuid-Sulawesi, hè? Lambogo, die zeg maar onthoofd is, die zijn hoofd op een speech werd gezet, voor de Passa getentoongesteld, zijn volgelingen hem moeten kussen, dat iedereen erbij staat, dat soort dingen. Ja. En hij krijgt maar €5.000.